Dit is de mega adventskalender. Het is echt niet normaal. Via die link krijg je extreem veel korting. Meer korting dan gewoon op de website. Ik ben echt benieuwd. Nou, ik vind dit echt zo leuk. Dit is helemaal voor. Ik pakte net al vakje 16. Vakje 17 is leeg. Echt super toevallig wilde ik dit jaar dit bestellen voor mezelf. Maar nu heb ik het. Oh my god. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag is echt een hele mooie dag. Een hele leuke dag. Het is lekker herfstig. Het regent. Het zonnetje schijnt ondertussen wel. Dus echt perfect. En het is best wel fris. Maar vandaag ga ik een adventkalender unboxing doen. En niet zomaar eentje. Dit is namelijk de allereerste keer dat ik van dit merk een adventkalender unboxing ga doen. Het is namelijk van Mymuesli. Dit is de mega adventkalender. Het is echt niet normaal. Pas niet op beeld, moet helemaal naar achter. Hij is ook echt bizar zwaar. Maar dit is de adventkalender die ik vandaag ga unboxen van Mymuesli. Ik zet hem even naast me neer, maar mocht je Mymuesli niet kennen. Mymuesli is eigenlijk ja, een merk die echt mega veel lekkere biologische muesli verkoopt. Nou ben ik altijd al klant geweest van Mymuesli. Dus ik heb altijd alle muesli zelf gekocht. Ik ben denk ik nu 1,5 jaar dat ik al hun muesli eet. En ik ben echt heel erg fan van de kerstcollectie. Ze hebben met kerst ook speciale Mymuesli's en de Christmas cookie. Niet normaal, echt heerlijk. Maar nu heeft dus Mymuesli gevraagd of ik deze adventskalender wilde unboxen op YouTube. En ik dacht echt, ja, want ik ben altijd al klant geweest. Dus hoe leuk dat ik dat dan nu een keer krijg. Dit jaar heb je bij Mymuesli 6 adventskalenders. En ik heb gekozen voor de deluxe variant. Die is dus een beetje groen, ja, donkergroen. Maar je hebt dus 6 adventskalenders en ik heb een speciale kortingspagina voor jullie. Dus ik zou die kortingspagina, die link, in de beschrijving van deze video zetten. Nou, wat had het nou in? Via die link krijg je extreem veel korting. Meer korting dan gewoon op de website. Je krijgt namelijk tot 40 euro korting op adventskalenders. Je hebt niet dus alleen een kortingspagina waar je naar de pagina komt waar je de korting kan verrekenen. Maar met deze kortingscode, FLOORAK, krijg je dus al die korting. Tot 40 euro korting op adventskalenders. Dus gebruik zeker deze kortingscode bij het afrekenen, want dan krijg je extreem veel korting. En de korting verrekent pas in de winkelwagen. Dus dat zie je pas bij de winkelwagen zelf. Dus check even de link in de beschrijving. Dit is dus ook een samenwerking met Mymuesli. Echt mega chill en bedankt. Ik ben ontzettend benieuwd wat er in deze adventkalender zit. Ik heb dus de deluxe versie gekozen. Je hebt dus 6 verschillende, ook met thee. Echt van alles heb je. Maar ik ben dus heel erg benieuwd, omdat dit mijn allereerste keer is van Mymuesli dat ik een adventskalender ga unboxen. Wat ze nou precies allemaal in de adventskalender kunnen stoppen. Dus ik dacht, ik kies de deluxe, want dan heb je van alles wat. Hoe mooi is de verpakking ook. Echt helemaal kerstig. Ik vind het echt heel erg mooi. Overal kerstboompjes, kaarsjes. Laten we hem snel gaan openmaken. Dus ben jij benieuwd wat er in de adventskalender deluxe zit van Mymuesli? Blijf dan zeker even kijken. Doe een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Daar maak je me heel erg blij mee. En het is geheel gratis. En zo blijf je ook op de hoogte bij de komende adventskalender unboxings. Want er komen er nog wel wat aan. Hier zit vakje 1. Oh. Het allereerste product is de Save the Ocean Muesli. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd welke smaak dit is. Dit is de verpakking. Er zit dus cacao in. En ik ben echt heel erg benieuwd naar de smaak. Ik ken deze zelf nog niet. Maar hoe mooi is deze verpakking ook. En weet je wat ik dus heel erg handig vind aan deze kleine, nou ja, probeerpakketjes? Ik heb dit dus ook een keer voor mezelf besteld. Dat was denk ik vorige winter heb ik dit voor mezelf besteld. En toen had ik zo'n probeerpakket besteld. En dan krijg je allemaal van zulke Mymuesli's. Met allemaal andere smaken. En dan kom je er een beetje achter wat nou echt lekker is en welke je wat minder lekker vindt. Maar dan kun je het dus proberen. Ik weet niet of het te zien is, maar binnen dit vakje zitten dan losse pakketjes. Kijk deze verpakking. Ik vind het echt zo mooi vormgegeven. Vakje 2 is een chocolate berry vegan reep. Persoonlijk ken ik de repen niet van Mymuesli. Maar ik moet zeggen dat dit er echt heel erg lekker uitziet. En het is dus vegan. Vakje 3 zit hier. In vakje 3 zit dus een soort havermoutbreisel wat je zelf kan maken. Het ziet er in ieder geval heel erg lekker uit.
En ik weet eigenlijk niet zo goed welke smaak het is. Het is, oh hier, appel en amandelen. Lijkt me eigenlijk best wel lekker. Appelhavermout. En die vul je dan met melk. En dat, nou, moet warme melk zijn. Doe je even in de magnetron. En dan krijg je echt zo'n warm papje. Vakje 4. Oh, wat is dit voor iets leuks. Mocht je me kennen, ik ben gek op thee. Dit is de Tree of Tea. De Ginger Glow. Oh, dit ziet er echt prachtig uit, deze verpakking. Maar als een verpakking er gewoon mooi uitziet, dan wil je het toch. Ik heb daar echt, ik ben daar heel gevoelig voor. Maar dit is dus verse thee. Ja, ginger thee, dus gember. Kijk of ik het er doorheen kan ruiken. Oeh, ja, heel erg gember. Ik moet zeggen dat ik niet heel erg hou van gember. Maar als ik niet echt lekker te pas ben, dan is gember wel echt top. Dan neem ik het altijd wel als thee. Tot nu toe zitten er dus nog in elk vakje wat anders. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Laten we doorgaan naar vakje 5. Dit is de muesli en het heet bananenbrood. Met bananenstukjes en chocoladestukjes. Oh, dit lijkt me echt heel lekker. Dus deze. Ik denk dat dit tot nu toe mijn favoriete smaak is, denk ik. Hoe ik het zo moet gokken, want ik kan het natuurlijk niet proeven nog. Vakje 6 zit hier. Oh, dit is een heel groot vakje. Wow, wat is dit? Volgens mij zit hier zo'n beker in waar je muesli in kan doen en dan onderweg kan meenemen. Ik ga het even openmaken. Het volgende is dus best wel interessant iets. Het is namelijk een jar van glas. Dus dat is echt top. En dan zit er een gouden deksel op. Dan zit er hier een soort groen hartje. Mijn camera viel. Oh, wat erg. Dan zit er hier dus een groen hartje. En hier kun je dan een lepel tussen doen. Nou, dan haal je deze los. Dan pak je die erbij. Dit is namelijk een zilver dekseltje. Die draai je dan op. En dan kun je je appel raspen. Dus je gaat een appel raspen. Dat doe je hierin. Dan doe je daar wat muesli in en wat melk. Nou, dat doe je dan even in de magnetron. En dan kun je dat zo meenemen. Ideaal, maar dit is dus gewoon een rasp. Nou, ik vind dat echt heel erg leuk. En ik vind het ook wel heel chill dat het gewoon glas is. Want dat is altijd wel wat beter. In het volgende vakje zit dus weer overnight oats. En dan dit keer, ja, het is allemaal in het Duits. Dus ik vind het eigenlijk best wel een beetje moeilijk omschrijven. Maar er staat sowieso appel, kaneel en volgens mij pruimen. In ieder geval deze. Vakje 8 zit hier weer in. Oeh. De vegan en glutenvrije nut butterballs. Peanut nut. Peanut butterballs. Moeilijk hè. Zullen we deze anders gewoon even proeven? Ik moet zeggen dat ik niet heel erg gek ben op pindakaas. Dit ruikt heel erg naar pindakaas. Zo ziet het eruit. Ik ben echt heel erg benieuwd. Mmm. Hij is heel gooey. Heel. Ik vind het niet vies. Ik proef wel dat het gezond is. Maar ik vind het wel lekker. Zo ziet de binnenkant eruit. Je ziet ook echt die pindakaas. Het is een gezonde snack. Maar ik vind hem lekker. Je hebt van die gezonde snacks in de wereld dat ik denk, oeh. Weet je wel, van die sowieso van die proteïnebars en dat soort dingen. Ik vind dat niet heel lekker. Maar deze vind ik echt lekker. Oh, die combi van dat balletje met thee. Oh nee. Oké, niet heel handig, want mijn tanden zitten echt helemaal onder de chocola achter. Volgens mij is het weg. Oh ja, deze ken ik. Dit is de muesli met framboos en chocola. En die vind ik niet heel lekker. Het is niet helemaal mijn smaak, maar mijn moeder vindt dit heel erg lekker. Dus die kan ik zeker aan haar geven. Ik moet zeggen, ik denk dat heel veel deze wel heel erg lekker gaan vinden. De verpakking ziet er ook echt weer prachtig uit. Oh, dit is ook iets spannends. Oh. Wauw, dit is echt prachtig. Een voorraadpot voor je muesli. Met een roze dop van glas. Ja, ik vind het echt geweldig. Hoe mooi als je zo'n mooie voorraadhok hebt die je helemaal georganiseerd hebt. En dan dat je je muesli hierin doet. Prachtig. Hij is ook heel mooi gesield. Dus de dop die gaat goed dicht. Ik weet niet of je het kan zien door de reflectie van de lamp. Maar dit is de voorraad. Ja,
pot. Heel leuk dat ze dit er ook in doen. Gelijk even een vraag aan jullie. Hoe zeggen jullie vanille? Echt heel veel mensen zeggen vanille. Vanille. Volgens mij is het dus ook vanille. Nee, ik had het laatst opgezocht. Volgens mij is het vanille, maar is het vernederlandse woord vanille? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, ik zeg vanille. Mijn zus zegt vanille. Mijn vriend zegt vanille. En de rest allemaal om mijn omgeving, die zegt vanille. Dus die vinden het heel grappig als ik zeg vanille. Maar in ieder geval, vanille. Vanille, ik zeg gewoon vanille. Ik vind het wel goed. Vanille. Vanille, muesli. Nu gaan mensen hier echt op letten, hè. Met chocola overnight oats. Dit lijkt me echt een toppetje. In vakje 12 zit mijn all-time favorite smaak. Namelijk de super chocolade muesli. Deze is zo gigantisch lekker. Echt, deze moet je ooit een keer proberen. Dus ik ben heel erg blij dat deze in de adventskalender zit. Dit is namelijk wel echt mijn favoriet. Vakje 13 zit weer hierbij in. Dit is weer zo'n leuk pakketje. Wat voor een snackje zou erin zitten? Chocolate kokosnoot reep. Ik hou persoonlijk niet echt van kokosnoot, maar ik denk dat ik mijn vader hier heel blij mee kan maken, want hij houdt van kokosnoot. 14. 14 zit hier en die is ook aardig groot. Oh, wat is dit? My muesli cake mix. Chocoladecake. Nou, ik vind dit echt zo leuk. Dit is helemaal floor. Nou, lekker. Hier kunnen we lekker een chocoladecake van gaan bakken. Dit is de verpakking en hoe leuk dat dit er ook gewoon bij in zit. We gaan nu nog maar naar vakje 15, maar ik ben echt wel ontzettend blij. Ik krijg dus een lach niet van mijn smoel. Vakje 15. Die zit hier. Oh, dit is thee. Leuk. Dit is de smaak Organically Grown Purple Melody. Dat ken ik niet. Purple Melody met orange, appel, steranijs. Oeh, ik denk dat die heel lekker is. Ja, je ruikt echt anijs. En appel wel. Wel heftig, maar het is echt zo'n winterse thee. Heel lekker, denk ik. Dus dit is de thee die in dit vakje zit. En ik ben echt heel erg benieuwd naar deze smaak. Het ruikt echt heel lekker winters. In vakje 16 zit overnight oats in de smaak chocola banaan. En in vakje 7... Ik pakte net toch vakje 16? Of pakte ik vakje 17? Vakje 17 is leeg. Was dat dan vakje 17 wat ik net had? Goh, ik heb het helemaal niet meer door. Oké, dan had ik net vakje 17. Vakje 18. Hoewel ik net zei dat ik niet hou van kokos, ben ik dus wel gek op pina colada. Dus kokos en pineapple, dus ananas. Dat drankje. Dit roept mijn naam. Kokosnoot, ananas, passievrucht. Deze lijkt mij heerlijk voor in de zomer. Dat is dus deze muesli. We gaan naar 19. En 19 zit dus hier bovenop. En er zitten maar twee vakken hier bovenop. Dus ik ben echt heel benieuwd wat daar dan achter verschilt. Want dit is een aardig groot vakje. Vakje 19 zit een siliconen tasje. Zodat je daar bijvoorbeeld snackjes in kan doen. Ik ga even kijken hoe het eruit ziet. Oké, toen ik dit zag, een siliconen bag, wist ik niet zo goed wat ik moest voorstellen. Ik dacht, moet ik nou denken aan een soort... I don't know, ik wist niet wat ik moest denken. Maar dit ziet er toch fancy uit. Hoe werkt dit? Ah, dit is echt een siliconen. Kun je dan snacks of iets in bewaren. En die druk je eigenlijk gewoon weer dicht. En dan is die dicht. Wat grappig. Vakje 20. We komen dichterbij. Oh, dit is iets heel langs. Oh, wauw. Dit vind ik echt geweldig. Nou... Echt super toevallig wilde ik dit jaar dit bestellen voor mezelf. Maar nu heb ik het. Dit kan echt niet ontbreken in de adventskalender. Ik ben echt heel erg blij. En dit is zo schattig ook om een cadeau te geven met kerst aan iemand. Kijk even. Dit zijn allemaal mini muesli's. Maar niet zomaar muesli's. Dit zijn allemaal kerstvarianten. Oké, we hebben hier de Christmas cookie granola. Dat is dus mijn favoriet, Christmas cookie. Die zit er twee keer in. Dan hebben we twee keer de Apple Macadamia Cinnamon. En de Christmas Choco Crunch. Die is ook heel lekker. Dit is de verpakking allemaal. Maar dit is echt heel lekker. Dit kun je dus ook gewoon los bestellen op de site. Gewoon zo'n probeerpakketje van minis.
zou ik echt doen. Vooral de kerstvariant. Die zijn echt zo ontzettend lekker. En echt een feestje om mee te ontbijten. Ja, ik ben misschien heel enthousiast nu, maar ik wilde dit al bestellen. En ik vind het echt leuk dat dit erin zit. En ik vind het gewoon echt schattig, die mini verpakkingen. 21 is weer een leuk pakketje. Dit ziet er echt heerlijk uit. Dark chocolate bar. 80% cacao. Lekker gezond. Heerlijke chocoladereep. En nogmaals, kijk de verpakking. Echt prachtig. Oh. My Muesli Peanut Chocolate. Dit is dus een combinatie van chocola en pindakaas. Misschien vind ik het dan wel lekker. Klinkt wel goed. Ik ga dit gewoon een keer testen. Maar dit zit er in dit vakje. Nu gaan we alweer naar het één na laatste vakje. Namelijk vakje 23. En die zit hier. En dit is een full size. Oh my god. Ja, je denkt vast, meid, wat doe je enthousiast. Maar dit zijn allemaal dingen wat ik zelf wilde bestellen. Dus dan vind ik dit echt heel erg leuk. Ik vind deze adventkalender echt geweldig. Ik heb hier de My Muesli Cinnamon Snowman. Dit is dus een full size My Muesli. En hierin zit dus appel, kaneel. Er zitten van die sneeuwmannetjes, koekjes in. Witte chocolade. En heel veel havermout. Echt een hele mooie verpakking. Heel winters, heel kerstig. Sneeuwpoppetjes. Oh, die geur. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Maar dit is de inhoud. En ik ga even zo'n koekje eruit vissen. Goed, het is tijd voor het allerlaatste vakje. En ja, eigenlijk maakt het me al niet heel erg veel meer uit wat erin zit. Want ik ben al helemaal verrast. Van deze adventkalender. Maar goed, ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig. Dus vakje 24. Where are you? Hier. Het allerlaatste vakje. Het is een erg groot vakje wederom. En het is... Wow, deze is echt huge. Oh, deze is echt heel groot. Dit is een to-go beker. Hele leuke kleur. Roze, blauw. Hierbovenin kun je dus je muesli... indoen. En hieronder doe je yoghurt. Neem je het mee naar school of naar werk. En dan heb je je My Muesli altijd mee. Deze beker is echt super groot, maar ideaal voor een grote hoeveelheid muesli en yoghurt. Oh, en ik heb een 10 euro voucher gekregen. Dat komt zeker wel van pas. Ik ga nog wel wat bestellen. Nou, de adventkalender is leeg. Huh? Surprise, hij is niet leeg. Ik was hem al kwijt. Vakje 17. Die zit er nog in. Die is helemaal naar achter geschoven. Dan doen we hem nu nog even. Vakje 17 is een topping. Wat je over je muesli kan doen. Dat is een notencrunch. Geen idee. Maar het zal vast lekker zijn over je yoghurt heen. De adventskalender is nu toch echt leeg. Wat vind ik van deze My Muesli Deluxe adventskalender? Deze adventskalender kost €169,90. Maar je krijgt dus op mijn kortingspagina tot €40 korting op adventskalenders. Dus hij is echt een stuk goedkoper. Dus check even de link in de beschrijving. Maar wat vind ik er nou van? Ja, ik denk dat het al geen verrassing meer is. Ik ben helemaal in mijn nopjes. Ik vind het echt een hele leuke adventskalender. Ik weet natuurlijk niet hoe de andere adventskalenders zijn, maar deze deluxe versie is echt een 10 van een 10. Ja, misschien wel een 11. Heel gevarieerd. Er zit geen één ding bij waarvan ik denk, net niet. Alles vind ik echt geweldig. Tuurlijk, een smaak die je misschien wat minder lekker vindt, maar ja, dat weet je maar nooit. En iedereen zijn smaak is natuurlijk anders, maar dit kan ik ook gewoon weggeven aan iemand en iemand anders blij mee maken, mocht ik een smaakje niet zo lekker vinden. Maar echt van thee tot aan repen, tot aan jars, tot aan full size My Muesli, tot aan kerstmuesli. Nou, ik ben een gelukkig mens. Ik ben echt heel erg blij met deze adventskalender. En ik vind het je geld dubbel en dwars waard. Dus echt een aanrader. Misschien kun je het ook wel aan mijn hoofd zien. Ik ben helemaal blij. En dan ben ik heel erg benieuwd wat jij van deze My Muesli Deluxe adventskalender vindt. En welke jij van de 6, als je er één zou kiezen, welke jij zou kiezen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Laat het zeker weten in de comments. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En My Muesli voor het opsturen van deze adventskalender. Want ik ben echt een gelukkig mens. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!